Dit beeld vonden we wel erg leuk. Van Algerije. Nou, ze zien er goed uit. Prima, niks meer aan de hand. En dan de vuvuzela even proberen. Is misschien wel leuk even. Heb jij een vuvuzela? het is net Laurel en Hardy. Ik wil hem gewoon nog even terugspoelen. Even nog verwoorden. Ah, lekker even zitten. Helemaal niet, maar. Ja, oké. Okay. Even blazen. Oh, je blaast wel hard, ja. Na twee willekeurige scharijen tijdens de WK-wedstrijd, wie zijn het? Een spel zijn het dikke maatjes? Zijn het toevallige buren? Hoe vind je ze terug? Het enige wat we weten is dat ze er zo uitzien, dat ze erg grappig zijn en dat ze supporter zijn voor laatste een oproep in een Algerijnse krant. Die krant pikt het bericht meteen op en plaatst onze foto op hun website. Deze jongens, we krijgen beet. De NOS krijgt een e-mail van een om te bewijzen dat hij een foto. Van harte welkom, schrijft hij. Maar Mohammed woont namelijk in. We maken een afspraak. Al twijfelt hij een beetje of wij echt van de tv zijn. Wow! Bonjour. What is this? C'est la télévision. Bonjour, monsieur. Bonjour. Télévision hollandais. D'accord. Wow. Bienvenue ici. Allez-y, monsieur. Entrez. De moeder van Mohammed is op vakantie en logeert hier. En ook zijn tante uit Marokko is dan hartelijk ontvangen. Op zijn Algerijns, dus met Afrikaanse hapjes. En ook wij worden vastgelegd. Natuurlijk voor het verhaal van de vuvuzela. 3 uur à peu près avant le match. On avance pour trouver de bonnes places. Ensuite s'amuser du match. Et puis moi j'étais déjà énervé parce qu'il y avait beaucoup de vuvuzela devant moi. Et du coup lui, il a mis des stop bruits, il a mis plusieurs stop bruits dans ses oreilles et moi j'ai pas encore eu parce que le match n'a pas encore commencé. Donc lui, il a voulu tester, il a rien entendu parce que il faisait comme ça, il essayait, il entendait rien. C'est sûrement point. Et là, moi, je l'ai giflé directement. C'était un réflexe. Dat hij dankzij deze scène beroemd is geworden in Nederland, daar kan Mohammed wel om lachen. Maar hoe zit het met het Algerijnse? Zijn naam is Abdel, goede vriend van Mohammed in Frankrijk. Maar het toeval wil dat ze elkaar morgen ontmoeten. De woonplaats van Abdel. Mogen mee om de ontmoeting volgende ochtend met op de trein richting Marseille. Wij zijn er eerder. Voor het vervolg van de speurtocht reizen we naar het zuiden van Frankrijk. I understand that you are one of the Algerian guys. We zijn in de woonplaats van Abdel gisteren. Toen vonden we de eerste komiek van het Algerijnse duo, Mohammed uit Brussel. Mohammed is de man op de tribune een map uitdeelt. En là, moi, je l'ai giflé directement, c'était un réflexe. Mohammed en zijn familie vinden het prachtig, die onverwachte aandacht uit Nederland. We worden meer dan gastvrij ontvangen en moeten voortdurend op de foto. Het wordt erg gezellig. Via met Abdel. De twee blijken goed. Abdel wil ons spreken af van Marseille. Abdel offert zijn lunchpauze op om naar ons toe te komen. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ja, vous avez fait un bon chemin? Ok. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es très connu en Hollande. Oui, je ne savais pas. Donc, je ne savais pas, mais apparemment, je suis très connu. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui. Oui. We bellen even met Mohammed, die nog per trein onderweg is. Niet. De twee hadden toevallig vanavond een afspraak gepland. Wij zijn, maar Abdel heeft weinig. Asma, il t'attend là parce que je dois partir à la mosquée, c'est pour la prière du vendredi donc. Il faut pas le rater. Désolé, je voulais rester plus de temps avec vous, mais la prière c'est la prière et donc on peut pas rater. Mais je pense que je vais essayer de revenir plus tôt qu'on discutera après ensemble. On parlera de la vuvuzela. Maar voordat hij gaat, cadeautje. NOS. NOS. On peut essayer, non? Essayer, mais je sais pas, je préfère la mienne. Hein? Je préfère la mienne. Non. Je préfère la mienne. Onze aas niet uit de vuvuzela. Erger nog, hij was oranje te gaan blazen. L'Espagne. Ah oui? L'Espagne? Ja. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu déjà une Coupe du Monde. Vous en Espagne? Okay. Ben bon. Vous êtes notre mascotte maintenant. Ok, bon, il n'y a pas de problème. S'il faut supporter la Hollande, on verra. Het wachten is op de ontmoeting later vanavond met zijn vriend Mohammed. Kan die hem op andere gedachten brengen.